YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we terug, hallo. Ik heb nog altijd geen idee om nieuwe video's te maken, maar het komt wel. Het is bijna zomer, jullie examens zijn bijna gedaan. Het is ook echt niet normaal hoeveel van jullie deze lekkere lollies naar mijn huis zijn komen brengen. Het is echt fucking nice. Ben echt blij. Ik heb post gekregen vandaag en er zat een fucking grote pikvis in. What the fuck? En hij is getekend door Andy. En hij zegt dat ik een pro-YouTuber ben. Hey, thanks man. En hij heeft er nog allemaal tekeningen bij getekend. Deze is dan getekend door Berry, denk ik. Deze is getekend door een meisje. Deze is ook al vet. Ik had ook een paar mails gekregen van ouders die boos waren om het de pikvis. Zeiden dat hun kinderen allemaal vissen tekenden met grote piemels. En dat ze dat echt niet kunnen vonden dat jonge kinderen die piemels tekenden. In mijn ogen is dat gewoon seksuele voorlichting op een jonger level. Want stel je voor dat ze geen goede seksuele voorlichting krijgen en dat op het moment ooit daar is daar iets gebeurd met iemand van het andere geslacht of met hetzelfde. Dat ze daar ineens iets zien in die broek en dat lijkt op een worm, maar dat ze niet zeker zijn wat het is. En dat ook lijkt op een worst en zo. Ze weten niet wat de fuck ze daarmee moeten doen. Daarom is de pikvis er ook. De seksuele voorlichting. Op een goede manier. Ik heb deze spiegel ook gekregen. Is dit niet geweldig? Nu kan ik nog meer naar mezelf kijken in deze spiegel. Dat is wel cool. Vandaag gaan we niet zomaar iets doen. Vandaag gaan we iets doen wat ik al heel lang niet meer heb gedaan. Het is geen top 10 video, maar eigenlijk wel. En om nog even iets te zeggen. Om nog even iets klein van mijn merchandise te zeggen. Mij komen er niet alleen kleren. Er komen ook fucking katapulten. Dan mijn naam op zo aan de zijkant. En dan kan je als echte gangster in de zomer allemaal ramen kapot schieten van mensen dat je niet cool vindt. Dan kan je allemaal lantaarnpalen kapot schieten. En als je een ruzie hebt met iemand, dan kan je met één grote steen gewoon... en dan schiet je in zijn gezicht en dan is hij waarschijnlijk dood. Dan heb je voor de allereerste keer merchandise van de YouTuber die niet fucking lelijk is. Waar je wel iets aan hebt. Zelfverdediging. Geen goedkope rommel van de action. Dus laten we beginnen met deze video. Let's fucking go. Hey, als jij nu een duimpje omhoog doet, dan ga je erdoor zijn voor je examens. En dan heb je een leuke zomer. Oké, dus ik was gewoon op internet aan het kijken naar eten. Toen kwam ik allemaal dingen tegen die echt fucked up waren. Dingen waarvan je denkt, wow, ik ga liever dood dan dat ik dit eet. En van sommige dingen ga je ook gewoon letterlijk dood. Ik bedoel, Dr. Pepper is lekker. Maar dit ziet er echt uit als iets dat al gegeten is. En gewoon terug is uitgebraakt in de doos. Fucking Dr. Pepper cherry vanille cake. De laag glazuur die erop ligt lijkt op cum. Het is zo rood en het ziet er zo sloppy uit. Hetzelfde alsof je brood zou nemen en er een liter water over zou gieten. En dan is hij zo sloppy, snap je? Zo nat brood uit elkaar. Ik weet niet hoe dit smaakt. Ik wil het eigenlijk ook echt niet weten. Maar ik denk ik nou zo'n nat sponsje dat je in je mond steekt. En dan proef je zo die glazuur en die cum en die aardbeidsmaak. Hey, snap je? Dit ziet er nog altijd beter uit dan het eten dat je op school krijgt. Nog altijd beter dan de spruitjes of de vis die ze maakte op school toen ik nog op school zat. Altijd op vrijdag was het kabeljauwdag. Nooit meer vis op school. Ik meen dat als je op latere leeftijd ooit aids krijgt, kan je je school gewoon aanklagen en zeggen dat het door het eten was. Of door dit. Het is waarschijnlijk niet veel beter. Die Dr. Pepper creme cake. Snap je? Het blijft wel een lekker dessert met veel suiker waar je waarschijnlijk diabetes van krijgt en aids. Maar er zijn ergere dingen. Zoals gefrituurde hersentjes op een boterham. Het ligt er mooi bij. Leuk gepresenteerd met een boompje en een tomaat. Dan kijk je zo naar die dingen en dan denk je van, vleesjes. Nee, het zijn hersenen. Gefrituurd op een boterham met een tomaatje. Ik heb al eens hersenen gegeten. Het is hard en je bijt erop en dan is het zacht. Maar het smaakt ook naar rubber. En je wordt er niet slimmer van, dat is bullshit. Want dit ziet er gewoon wel lekker uit omdat het zo mooi gepresenteerd is. Maar onthoud dat je wel gewoon hersenen aan het opeten bent. Zoals in die scène van Hannibal. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat die guy ineens zo hersenen begint te eten. Dus ik wou die scène tonen aan jullie. Maar ik, ja, dat wordt in mijn video sowieso gestrikt. Sorry, de link staat wel in de beschrijving. Check dat als je dood wil gaan. Vreselijk. Doe hoeveel geld zo. Zou je willen om dit op te eten? Zou je zo een boterham eten met gefrituurde hersenen voor 100 euro? Ik ben fucking scared, maar ik weet niet of ik dat zou doen. Doe elke hap is gewoon je eigen dood of zo. Ik heb misschien geen hersenen, maar je mag ze niet frituren als ik dood ben. Why the fuck zouden mensen hersenen eten? Ik weet ook echt niet hoe de fuck iemand ooit op dat idee is gekomen. Laten we hersenen frituren is dan opeten. En dit is niet veel beter, want dit heb ik wel al eens gegeten. En ik kan je zeggen, het is eigenlijk helemaal niet zo slecht, man. Kijk, het is waar, je voelt ze gewoon nog bewegen aan je mond. Zijn maden. Zwarte dingetjes, ik weet niet of het aan de ogen zijn, maar goed smaakt. Het is slijmerig, het is nat. Er zit niet veel smaak en ik zeg het smaakt naar schimmel. Het bewegen nog in je mond. En als je het hebt doorgeslikt, wil je overgeven omdat je niet wil dat die dingen voortplanten in je buik. Maar what the fuck? Ook al weet als je die dingen nog een dag laat liggen dat het zo'n hard kokonnetje wordt. En als er dan zo'n vlieg uitkomt, zo nee, please. Misschien moet ik eens een challenge doen. Als deze video goed bekeken wordt, dat ik gewoon al het eten van in deze video fix. En ik alles gewoon ga eten. Dat lijkt mij wel een vet idee. Dan kan ik zo hersenen eten en dan kan ik maden eten en dan kan ik een dokter pepper, cake, eten.
We bekijken het positief. Heb je geen zin om een lepel te nemen en hier gewoon in te schappen en dan een grote... Nee! Stel je voor dat je dit eet en je bijt niet hard genoeg. Je slikt gewoon zo één wormpje in die nog leeft. En die leeft zo in je buik en dan kruipt die zo door al je lichaamsdelen. En dan legt die eitjes in je darmen en dan zit daar parasieten in je buik. Welke wereld leven wij toch dat we deze shit eten? Of die mensen die in hongersnood zitten in Afrika en zo. Zij willen dit niet eten. Snap je? Dit is fucked up. Want dit vind ik dan wel gewoon lekker. Dit zijn van die octopus slurfjes en ik meen dat is echt eetbaar. Maar het ergste van al is, dit is niet zomaar octopus tentakeltjes. Deze dingen leven nog. Snap je? Als ze naar een mes die dingen van een octopus snijden, dan dienen ze deze direct op in Azië. Dan bewegen die dingen nog in dat bord. Dan bewegen die dingen zo... Echt met dit geluid. Dan moet je dat in je mond steken. Zie je dat mensen daar echt van aan het genieten zijn. They don't cook this deze dingen zouden illegaal moeten zijn. They don't even kill it. Het ziet er zo fucked up uit als je niet weet wat het is. Alive. En als je weet wat het is, is het alleen maar erger. De dingen die ik toon in deze video zijn wel fucking duur. Ik bedoel, dit is geen tientje. Dit is niet even duur als een Big Mac in de McDonald's. Ik weet niet hoeveel dit kost, dit is fucking duur. Toen ik nog op school zat, heb ik hierover geleerd. Er is zoiets die uit Engeland komt of Ierland of zo, of ik weet het niet meer goed. Dit is haggis, denk ik. En het lijkt op fruit. Het lijkt op fruit dat te lang in de zon heeft gelegen en zo. Misschien ziet de Dr. Pepper kijk er zo uit van binnen. Maar dat is het niet. Je zit er heel ver naast. Er is ook helemaal geen vlees. Het zijn echt wanden. Het is lever, nieren en darmen door elkaar gaan. Mixed en in een rolletje gestoken. Lijkt op hagelslag. Misschien een beetje op die speciale hagelslag. Maar dat is het zeker niet. Doe dit niet op je brood. Dat is wel de bedoeling hiervan. Maar doe dat niet. Dit kan niet lekker zijn. Het is alsof je gewoon iemand in een mixer zou gooien. Maar alles. Dan gewoon. Welke gruwelijke mensen zijn wij toch dat wij deze dingen eten. Dus als je ouders ooit vragen aan jou. Hey. Gaan we haggis eten? Dan zeg je beter nee. Dan zoek je het touw. Dan hang je jezelf beter op in je fucking kamer voordat je moet gaan eten. Want dit. Nee. En alsof het nog niet erg genoeg is. Zien jullie dat velletje rond? Zo dat leuke plakje ding. Dat zijn darmen. Ze stoppen darmen van varkens of zo gewoon vol met die shit. Maar snap je? Met het gerecht dat we minder gaan, wordt het alleen maar erg. Elk stapje naar beneden wordt erg. Goed, er is een reden om vegetariër te worden. Er is iets wat... Nee. Er is iets wat ik zelf vollediger over vind. Er is een ei. Gewoon een ei, zoals wij het ook kennen. Maar in plaats van dat je een ei neemt van een kip en hem dan gewoon direct kookt voordat er iets mee gebeurd is, laat je hem eerst ontwikkelen. Laat je er eerst een embryo kipje in groeien. Totdat dat ei echt al aan het ontwikkelen is en daar echt een diertje in zit. Dan kook je het. Alsof je half zwangere vrouw gewoon in een pot kokend water zou gooien en dan haar buik zou opeten met een lepel. Dan krijg je dit ding. Het is ook een delicatesse. Het ziet er vreselijk uit. En als je dan nog eens weet dat dat ding in het midden echt wel gewoon een halve kip is eigenlijk. Waarschijnlijk is dat zijn hoofd. Dat is zijn lichaampje. Daar heb jij net levend gekookt. En dit komt uit de Filipijnen. Good job. Ja. En die meneer moet ook echt zijn nagels knippen. Echt waar. Het is fucking vies. Ik weet niet wat vies is. Dat gebakken, half gebroeide kipje. Of die meneer zijn nagels. Ik bedoel, ik zie eten er tussen jouw nagels zitten van 3 jaar geleden. Niet goed. Echt. Heel wack. Dit zou ik niet eten voor 100 euro. Ook niet voor 500. 1000 euro zou ik misschien wel een uitzondering maken. Volgende! Ja, gefrituurde spinnen. Dat zijn dingen die je op de kermis kan kopen en zo. Als je naar een skere kermis gaat, ergens in Blankenbergen, kan je deze dingen sowieso vinden. Het is krokant, het is crispy, er zit veel smaak in. Het ziet er misschien niet zo lekker uit, maar snap je? Gewoon in één keer in je mond steken en hopen dat hij dood is. Zo gefrituurd ziet dat ding er echt niet uit, hoor. Het kan zijn dat dat ding echt nog leeft. Dan eet je gewoon een spin. Dat is wel heftig. Misschien even iets wat velen van jullie niet weten. Er zijn niet veel dingen waar ik echt bang van ben. Maar er zijn 2 dingen waar ik echt half van begin te huilen en dan verander ik echt in een kleine baby, want dan ben ik echt fucking bang. En het is 1 van spinnen, dan meen ik. Misschien niet van die kleintjes en zo. Maar deze dingen, als ik zoiets zou zien terwijl ik in iemand zijn tuin zit en ik zie ineens zo'n ding over de grond lopen. Oh, dat spring ik echt 10 meter in de lucht of zo en dan ben ik weg. En de tweede, ik ben heel fucking claustrofobisch. Ik weet niet hoe dat komt. Maar steek mij in een kleine kamer of zo. Of laat mij zo in een klein luchtdoosje kruipen of zo. Waar ik de uitgang moet zoeken. Nee, ik denk dat ik niet meer ga kunnen ademen en zo. En ik val op de grond en ik val flauw. En dat is wel al eens gebeurd toen ik op kamp was. En dan, dat was niet zo leuk. Ik weet ook niet waarom ik zo poesie ben op sommige vlakken. Maar ik denk dat de reden zou zijn waarom ik dit ding niet zou eten. Waarschijnlijk als je dit eet, komen er allemaal spinnen revenge op je nemen. Dan als je slaapt, kruipen er 10 spinnen in je mond. Dan word je wakker en dan heb je niks door. Dan heb je gewoon allemaal spinnen in je mond gehad terwijl je leuk aan het slapen was. Veel succes met rustig in slaap te vallen als je deze video in de avond kijkt. Plak je mond tegen mijn plakband of zo. Zorg daar geen spinnen in je mond kunnen kruipen. Slaap zo. Het kan. Zoals ik daarnet al zei, soms is eten zo vies dat je denkt dat je gaat doodgaan. Maar er bestaat ook eten waarvan je gewoon effectief kan doodgaan. En dat is dit. En dit ziet er misschien lekker uit. Er is misschien iets die jij in de Chinees kan krijgen.
krijgen. Er is vis van de meest giftige vis die er bestaat. En met één zo'n visje kan je fucking 30 mensen doden. Door ISIS heeft die vis waarschijnlijk al gebruikt als wapen. Maar in de meeste Chinese restaurants dienen ze dit gewoon op. Eigenlijk geen één Chinese restaurant in Europa, want dat is illegaal. Maar als je echt naar zo de ghetto gaat van China, waarschijnlijk naar zo de meest low-key restaurants gaat ooit, dan kan je deze shit waarschijnlijk wel koken. En de kans dat je doodgaat is 50-50. Zoals ik al zei, één vis heeft genoeg om 30 mensen te slopen. Er zit zo'n gif in of zo. Het lijkt zo op een Pokémon. Sommige mensen eten dit. Er is een creatieve vorm van zelfmoord plegen. Je hebt 50 kans op overleven en 50 kans op doodgaan. Maar niet denken dat het een leuke dood is hoor. Niet denken dat je eet en dat je dan gewoon en dat je dood bent. Nee. Je eet het. En vanaf dat gif in je bloed komt, kan je geen zuurstof meer binnenhalen. Dus je eet het, dan stek je gewoon. Aan tafel en je moet niet eens proberen die persoon te redden, bedoel. Hij is dood. Je kan het anti-gifcentrum bellen en zeggen van: yo, mijn vriend heeft een vis gegeten en gaat doodgaan. En dan kunnen ze niks zeggen, dan zeggen ze gewoon van: yo, het is gedaan. Regel de begrafenis al. Maar deze vis. Ooit gaat ISIS wel fixen dat ze hier granaten van kunnen maken of zo. En dan gooien ze gewoon met een grote vis. Of ze steken die vis gewoon tussen de katapult en dan BAM! Doe, je kan 30 mensen slopen met één zo'n vis. Dit is het ultieme wapen. Even voor de duidelijkheid: als ik de challenge doe van al deze dingen eten, dan ga ik dit niet eten hoor. Niet hopen dat ik de life or death challenge ga doen, waar ik deze vis eet. Nou, heel misschien doodgaan. En als ik dan doodga, dan heb ik wel een video die fucking viral gaat gaan. Maar dan ben ik dood. Dus dan kan ik die nooit bewerken en komt die nooit online. Maar het zou wel de creatiefste zelfmoordpoging ooit zijn. Dus je dacht dat de Dr. Pepper cake erg was? Dit is de echte Dr. Pepper cake. Ik moet toegeven, deze ziet er wel oké uit. Maar als je een beetje beter kijkt, lijkt het ook gewoon op stront met kummer over. Maar oké. Waarschijnlijk is het zo'n slappe cake dat half uit elkaar valt en het bestaat niet alleen met Dr. Pepper, snap je? Het bestaat ook met Fanta smaak. Waarom zou je cake en Fanta mengen? Wie zijn idee was elke psycho's willen er frisdrank en cake mengen met elkaar. Dat gaat gewoon niet. Alsof dat nog niet erg genoeg is. Snap je? Fanta, oké. Dr. Pepper gaat nog. Maar toch geen fucking cake met 7-Up. Nee. Dat kan niet goed smaken, snap je? Made with a real 7-Up flavor. Moist and delicious. Het ziet er slijmerig uit. Het ziet er nat uit. Het lijkt op een open wonde. Snap je? Zo'n wonde op je knie als je bent uitgegleden of bent gevallen met je fiets. En het begint helemaal te etteren en zo. Hoe ziet dat eruit? Snap je? Het lijkt op etter. Het mengt wel allemaal vieze shit aan je knie. En dan ga je dat eten. Terwijl ik deze video opneem, heb ik ook leuk post gekregen. Hey, het is weer Finding Bigfish. Finding Dory. Ja, wel mijn grote lul. Dus ja. En deze is gemaakt door Lin en Marie. Ik moet shout-outen naar Marie Netter en naar Indy Verhagen. Zo hebben we ook weer 3 pekvissen gehad in 1 video. Wow. Ik bedoel, waar de fuck kan je deze cake zelf kopen? Ik meen het was echt makkelijker dan gedacht om deze cake te vinden. Dit is bekend of zo. Deze cake is echt de shit in Amerika. Ik bedoel, hij ziet er nog slechter uit op deze foto dan op de foto die ik had. Hij ziet er nog natter uit. Nog slijmeriger. Hij is echt gepakt in zo'n doos. Stel ik bestel dit ding nu. Hoe de fuck gaat dat ooit aankomen? Dan komt heel die cake beschimmeld aan. En als hij niet beschimmeld aankomt, dan vertrouw ik die shit toch ook nooit om dat te eten. Want hij heeft 2 weken in de postkantoren gegaan en de cake voor 5,78. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash dan een duimpje omhoog. Spaar jullie geld om een acid katapult te kopen. Ga ik er een giveaway van doen? Misschien. Hoe kan je die giveaway misschien winnen? Door een comment achter te laten. Met jouw favoriete video van mij. Of is dat te gay? Ja, het boeit ook echt niks. Zet gewoon iets leuks in de comments. En dan maak jij kans op deze mooie katapult. Ik weet nog niet of ik hem ga weggeven. Bedoel ik. Ik hou hem misschien. Maar de kans zit er wel in. Dus tot de volgende keer, dames en heren.